It's number one. Goedemiddag allemaal, welkom in de Os. Niet te verwarren met Oz. Ik ben wel een tovenaar, maar niet zo'n tovenaar. Vandaag gaan we naar het golfslagbad Os. Het is een recreatiebad hier in Os, gewoon een standaard zwembad. Alleen hebben ze hier toch 3 glijbanen en zoals het zegt, een golfslagbad. Je verwacht het niet. We hebben onze kindjes meegenomen, dus wij gaan plezier maken. Welkom allemaal, het zwembad. We beginnen vandaag een kinderbad met de kindjes. Gaan we even hier een beetje rondlopen, kijken wat hier te doen is. Dan gaan we naar de golfslagbad en dan gaan we naar de grote glijbanen. Dus we gaan eens even plezier maken met de kindjes. Jason! Kom hier aan, jong. De lichte glijbaan. Glijen! Kom maar, Felicia, kom maar. Goed zo. Goed zo! Kom maar! Wow! Is net te hoog, hè? Kom maar! En de kinderbad is ook zat speelgoed voor de kinderen. Wat gewoon van het zwembad zelf is. Ze lekker mee van maken. Heel goed kindergericht hier in het bad. Ik moet zeggen dat het kinderbad erg leuk gedecoreerd is zo. Zelfs aan het plafond. Alles is toch wel van plastic. Maar voor de kinderen leuk zat. Allemaal beertjes. Dat heet ook niet voor niks berenbad, zullen we maar zeggen. Mooi gedaan. Weet jullie wat dit is? Face-sitting. Er is geen toezicht in het peuterbad, tenminste geen permanent, maar er is wel een hekje om het peuterbad af te sluiten. Ideaal. Zo, zit hij dicht, kunnen de kinderen er niet doorheen. Dit is het golfslagbad, dat gaat dus van hier naar voren. En dat is een 25 meter bad. Dus het is echt een stadsbad, alleen met wat extra's. Dus het is ook leuk om te bezoeken als je bijvoorbeeld nog in Den Bosch woont of in Nijmegen. Dan moet je iets verder rijden, maar dan heb je wel iets meer dan één glijbaan, wat normaal standaard is in een zwembad. De kwaliteit van de golven hier zijn al beter dan in Centerparks. Ze zijn al iets hoger. En wat de krachten voor mijn kleine Jaden. Wat ben jij nou voor een moeder? Jason, zijn mijn golven, kom! Bang voor golven, hè? Turkse stoombad, bubbelbad. Dat is het bubbelbad. Dat zijn stoomcabines. Hallo! Daar is je uit. Uit. Wat is het badje? Als het koud. Uit. Dan zit de bal eten. Zet je afslag. Uit. Ja, dat kon je pech. Is dat trouwens ook een stunt, hè? Bij grote drukte wordt de Whirlpool om de 2 uur gesloten voor minimaal 1 uur. Dan is het al zo druk en is hij nog 1 uur dicht in de middag. Of sterker nog, 2 keer in de middag, 3 keer in de middag. We willen er eentje glijden. We gaan glijden. Goed, Jaden loopt vanzelf het bad uit. Wat is er? Wat wil je doen? Glijden. Pas op. Nou, dan gaan we naar de glijbaan. De glijbanen voor vandaag. Ze hebben hier 3, alle 3 van Echtdom. Respectievelijk 50 meter, 59 meter en maar liefst 130 meter lang. Dat is een bandenglijbaan. Dat is een normale glijbaan. En dit is een speedglijbaan. We gaan ze even allemaal uitgebreid testen. De eerste glijbaan voor vandaag is een normale glijbaan. Geen stoplicht, trap wat op, dus we gaan gewoon op de goede hoek naar beneden. Dit
is er echt een glijbaan met zeelijn links. En voor de rest is het U-profiel niet zo fijn. Maar zo'n oude glijbaan die vervangen is voor nieuwe baandelen, zoals hier. Voor de rest is het 59 meter lang. 9 meter langere speedglijbaan hier. En dat zou het einde. Dat zijn we dan. Let's get on. Woo! Ja. Hey. Was dat niet leuk? Nee? En ook hier is de afwerking niet zo helemaal perfect, zoals ik net ook al zei in het zwembad. Het is gewoon er bovenop gepleurd en die glijbaan eraan vastgemaakt. Maar het is efficiënt, het werkt en dat is het belangrijkste. De langste glijbaan van het pad, dus de glas, mooi weer naar buiten duiken. We krijgen allemaal ja, pijlen en we kunnen hier de kant staan. Ik kan deze baan gebruiken als bandenbaan. En als polisje zit bij de bandenbaan, zit een schatscherpe bocht in. Dus je flinkt het gewoon en dicht van je band af. We zien dan loopt het plafond. Dit is spectaculair. We stellen in wat we flinken. We zien dat 3 scherpe bochten, 4 scherpe bochten. Dit is echt veel. Alle glijbanen hebben hier een skim-out, dus zo'n laag badje waar je naar uitglijdt. En geen bad waar je in dropt. Dat is best jammer. Het is leuker vind ik een bad als een skim-out, maar voor de kinderen is het wel even ideaal nu. Toch Jalen? Kijk naar boven hier. Daar. Die groen wordt, daar is de groene boven we gaan. Daar is die groen. Hop. Ah, daar gaan we, hè. Oh, kijk dan. Wat mooi. Daar gaan we. Ready? Maar je loopt niet wel snel uit maken, maar dat die jongen een beetje uitkijkt die kort gaat. Een beetje afremmen af en toe. Ligt hier op zijn kant. Hey, mooi Jaden! Dank je voor de letting! Yay! Hey! Dan gaan we sneller, hè? Als ze maar sneller! De volgende glijbaan wordt de hoge snelheidsglijbaan van 50 meter lang. Ook gebouwd door een Erton, dus alle glijbanen hier. En als het groen is, gaan we los. Oké, dan gaan we naar beneden, maken we een hele lange rechts in de rest. En zo speelden de kinderen nog uurtjes en uurtjes door. Dan blijven wij hier rustig zitten dat ze uitgespeeld zijn. Dat het bad gaat sluiten. Dus ik zou zeggen, tot buiten. Kijk mij eens aan. We gaan naar huis toe, hè? Wat mee? Waarom niet?
Jaden is aan het douchen. Jaden is aan het douchen. Lekker, Jaden. Douchen. Oh, pas op, pas op, pas op, pas op. Daar gaat hij aan. Voor de leeftijd van onze kinderen is het ideaal. Zeg, Jason, heb jij het koud? Ja. Ja? Heb jij het koud? Jaden, heb jij het koud? Ja, ik heb het. Het is wel een beetje fris hier, hè? Ja. Dat is het enige nadeel, hè? Ja. Zal papa dan maar beginnen, hè? Ja. In plaats van die stomme camera laten staan, hè? Ja. Ja, papa moet een beetje doorwerken, hè? Ja. Ik zeg maar dag tegen de mensjes. Dag, mensje. Dat was het golfslagbad Os voor vandaag. Het is een zeer leuk zwembad, met name voor de kleine kinderen. Onze leeftijd, 3 tot en met 6, 7 jaar. Als ze wat ouder zijn, kunnen ze zelfstandig hier spelen. Je moet kinderen natuurlijk altijd in de gaten houden, zeker ook met water. Ik zou er zelf nooit voor kiezen om kinderen alleen te laten zwemmen. Ik zou altijd meegaan, maar ja, ik vind het zelf ook leuk om een glijbaantje af te gaan. Dat scheelt al. Als je een ouder bent die daar niet zo van houdt, ja, dan moet je iedere keer mee. Dan is het meer een verplichting. En voor mij is het, ja, gewoon leuk om met die kinderen bezig te zijn. Ik hou ervan als die kinderen lachen. Nou, de glijbanen waren goed. Ze hebben allemaal wat te doen voor de kleine kinderen. Behalve dan die blauwe natuurlijk, die sneeuw die in het midden zit. Maar voor de rest, het peuterbad is hier gewoon grandioos. Het is gewoon echt een heel groot ruim bad met allerlei decoratie en alles erop en eraan. Dus dat was gewoon heel erg perfect. En hebben ze ook uren in kunnen spelen. Dus als je hier in de buurt bent of je wilt een keer wat anders dan normaal stadsbad met één glijbaan, kun je hier naar ons rijden. Best leuk om een dagje te vermaken hier ook. We gaan naar volgend zwembad. Tot dan.